zie. Het duurt een heel kwartier. Ik lees het, ik weet het, ik doe het echt waar. Wij blijven hier voor een kwartier leesplezier. Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van 1 kwartier leesplezier. Heb jij er zin in? Wij wel. Hopelijk jij ook. Ben je aan het genieten van je vakantie? Wij wel, want we zijn in de Paramaribo Zoo. Het verhaal waarover deze aflevering gaat is... De krekel en de jaguar. Veel plezier met dit boek. Het was een warme dag in het grote bos. En koning jaguar was al heel vroeg onderweg. Maar hij was in een slecht humeur. Want hij had nog niks gegeten. Klein hapje gisteren. Klein hapje eergisteren. En waar blijft nu mijn eten voor vandaag? Ik heb honger en mijn buik doet pijn. Plotseling stond hij oog in oog met een enorme krekel. Nee, niet zomaar een krekel. Dit was een kriekra-krekel. Koning van de zesvoeters. Een deftige dame hoor. Maak plaats voor de koning van de dieren, krekeltje. Pardon, u bent niet mijn koning, maar koning van de viervoeters. Wat zeg je daar? Heb je geen respect, krekeltje? Ik kan je met één klap vermorselen. Pats! En klaar is het. Ik kan springen. Ik kan vliegen. Ik kan lopen. Ik kan rennen. Ik kan zingen. En jij kan andere dieren bang maken. Maar dat is toch geen kunst? Denken jullie dat de jaguar een krekel gaat opeten? Wat zeg je me nou, grote mond? Ik geef je zo een dreun dat je aan de andere kant van de wereld terechtkomt. Als een jaguar en een krekel zouden vechten, wie denk je wie zou winnen? Een krekel, want hij springt ver en hij is klein. Een jaguar. En waarom zeg je dat? Dat het groter is. Als een krekel en een jaguar samen zouden vechten, wie denk je wie zou winnen? Die krekel. En waarom denk je dat? Krekel is klein, daarom. En het springt van alle kanten. Moet je horen, baas. Even wachten. Wat een geraas. Ik heb een voorstel. Samen met alle zesvoeters versla ik jou met al de viervoeters binnen 1 minuut. Jij durft. Kom maar op. Nu direct. Nee, heer jaguar. Ik kom samen met de zesvoeters. En jij samen met de viervoeters. Morgenochtend bij de rivier. Klaar? Weet je wel wat je doet? Ik ben heel sterk hoor. Aansteller, ik wacht wel tot morgen. Ho, 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 nog iets. Als u wint, dan bent u mijn koning. Maar als wij winnen, mag u nooit meer met een grote mond tegen kleintjes spreken zoals ik. Ha, 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 ha. Ga maar vast slapen en doe een gebedje. Voor mij wordt het een pretje. Uit de weg. Je zal het weten. Nu moet ik eerst iets eten. Als de zespotige tegen de vierpotige dieren zouden vechten, welke zouden volgens jou winnen? Een zespotige. Ik heb geen idee. Volgens deze. Ik weet niet, dat is moeilijk. Alle vierpotigen. Vierpotigen. Waarom? De vierpotigen zijn groter en de zespotigen zijn kleiner opgebouwd. De volgende ochtend stonden ze klaar. Pingo's, herten, schapen, zwijnen en konijnen. Jaguar voelde zich machtig. De apen vonden het prachtig. Waar blijven ze nou, die bangerikken? De zesvoeters zijn nergens te zien. Stil, stil, anders laat je ze schrikken.
Zeg, Appie, zie jij iets? Ja. Oh nee, ik zie nog niets. Die komen niet. Ze zijn dus bang. Het wachten duurt mij veel te lang. Wat is dat? Ja. Het wordt donker. Ik zie niets meer. Ja. Niemand had ze gehoord. Maar plotseling waren ze daar. Ze vielen uit de bomen, klommen uit de bast. Kleine, grote, zwarte, rode mieren. En nog veel meer andere dieren. Ze beten in alles wat ze zagen. Van onder en van boven. Van links en van rechts en van opzij. Ze beten, ze prikten, ze kniepen, ze knipten. Ze beten in hun lippen, prikten hun tong, kropen in hun oren, op hun benen, tussen hun tenen. Ze gilden van de pijn en ze vonden het niet fijn. Hier een hap en daar een beet. Hier een prik en daar een steek. Oh, 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 ik hou het niet meer uit. Met duizend bijen op mijn snuit. Ik geef me, oh, oh, ik geef me over. Het is gebeurd, we zijn verscheurd. Ik kan er niet meer tegen, ik kan me niet bewegen. Oké, ik heb verloren. Jij hebt gewonnen, alsjeblieft, alsjeblieft. En met een duik sprongen alle viervoeters achter hem aan. Ze bleven net zo lang onder tot alle kleine diertjes boven kwamen drijven. Na een tijdje kwamen ze één voor één aan land. Jaguar lag stilletjes aan de kant. Hij had geleerd dat kleintjes samen heel veel kunnen. De jaguar had spijt. Daarom werden ze weer vriendjes. 2 dagen later was er een groot feest. De kleine en de grote, de dikke en de dunne, de rechte en de kromme. Samen zijn we sterk, samen aan het werk. We zijn hier bij een jaguar. Hoe oud is deze jaguar al? Nou, deze jaguar ligt tussen de 8 en 9 jaar. Alleen de dierentuin. Hoe lang kan het ongeveer leven? Nou, jaguars kunnen normaal meer dan 15 jaar leven. Dus tussen de 15 en de 20 jaar oud. Wat eten zulke jaguars allemaal? Nou, bij ons krijgen ze gewoon vlees. Rundvlees, paardenvlees, kippenvlees. Maar over een groot deel rundvlees. Kunnen zulke jaguars ook zwemmen? Jaguars zijn bekend. Meer bekend omdat ze veel, dat ze langs krieken voorkomen. En ze vangen ook vissen. Dus waarschijnlijk zwemmen ze ook. Weet u toevallig wanneer jaguars tanden krijgen of worden ze geboren met tanden? Nou, jaguars vallen onder katten. En de meeste katten die worden ook geboren met tanden. De kleine tanden die later afvallen en dan weer stevige tanden krijgen. Wat is het verschil tussen een jaguar en een luipaard? Nou, bij een jaguar, als je goed kijkt, hebben ze bruine ringen op hun lichaam, dus patronen, met daar in het midden een stippetje. Maar bij een luipaard ontbreekt een stippetje in het midden, dus daar heb je alleen maar ringen. Luipaards komen niet voor in Suriname, alleen jaguars. En waar komen jaguars voor? Jaguars komen over heel Zuid-Amerika voor, ook in Midden-Amerika en in Afrika. Is het wel voorgekomen dat dieren loskomen in de Paramaribo's toe? Nee, vroeger gebeurde het wel, maar nu hebben we alles onder controle, verblijfordes, die is gecontroleerd. Dus nu gebeurt dat niet. Oké. Dus mensen, u heeft het gehoord, we zijn nu veilig in de Paramaribo Zoo. Dit is het Boekie Woekie Nieuws. De krekel en de jaguar is geschreven door Paul Middelijn. De mooie tekeningen zijn gemaakt door Mario Hofman. Paul Middelijn is een Surinaamse schrijver en maakt ook gedichten en muziek. Ook is hij een goede verteller en hij leert aan andere mensen hoe je het beste een avontuur kunt vertellen. Paul Middelijn heeft nog veel meer kinderboeken geschreven. Dit boek komt uit een serie van hem. De krekel en de jaguar is deel 2. Dus als je het verhaal leuk vindt, kun je op zoek gaan naar deze boeken.
Agama de Chameleon. Of Anansi en Koning Leeuw. Ze zijn te vinden in de bibliotheek of in de boekwinkel. En omdat het vakantie is, hebben wij nog 2 boekentips voor jullie. Leuk om in de vakantie te lezen. Alleen op de Wereld en... En het grote Anansi boek. Dit was weer een aflevering van Kwartier Leven. Hey, hallo, wacht even. Hebben jullie ook genoten van de dierentuin? Ik wel hoor. Willen jullie gratis komen? Dat kan op 3 oktober. En je kan ook je huisdier meenemen. Ik ben huisdier. Als je vragen hebt of ideetjes, kun je ons mailen naar kwartierleefplezier@apenstaartje.gmail.com. We hopen dat jij kunnen genieten. Dag! Interview.